Hi, short van Max Music. Dit is de iDance Groove 215. Het is een heel compact, mobiel geluidssysteempje en hij heeft nog een aardigheid, want hij heeft namelijk ingebouwde verlichting. Let maar eens op. Aan de bovenzijde RGB en aan de voorzijde moet ik het goede knopje indrukken, want dan zet ik hem uit. Kijk, op die manier heb je gelijk een hele lichtshow in huis. Superleuk natuurlijk. Het is een heel compact systeempje wat ook niet heel hard gaat, want hij heeft maar 100 watt vermogen, eh, maar dat kan voldoende zijn om lekker muziek in je kamer af te spelen of op het terras lekker buiten. Hij wordt gevoed door de ingebouwde accu. Er wordt een adapter meegeleverd waarmee je de ingebouwde accu kunt opladen. Maar stel dat hij leeg is en je wil hem direct gebruiken, dan gebruik je natuurlijk gewoon de adapter. Dat kan ook. Je kunt hem als een trollietje achter je aanslepen, want er zitten wieltjes in. En hij is super licht van gewicht, want dat komt door die kunststof ABS behuizing. Ik ga hem zo omdraaien, want hij wordt meegeleverd een draadloze microfoon. De bedieningselementen van deze Groove 215 zitten aan de achterzijde. Daarvoor ga ik hem omdraaien. Wat gelijk opvalt, is deze antenne: dat is natuurlijk de ontvangstantenne voor de draadloze microfoon. En bovenaan vind je de MP3-speler of de Bluetooth speler. Wanneer je hem verbonden hebt met Bluetooth, en dat heb ik, dan kun je gewoon door op play te drukken, speelt die muziek af. Uh, hij heeft ook een USB ingang en een SD kaart slot. En daarmee kun je muziek wat je op een USB stickje hebt staan of op een SD kaartje inprikken en rechtstreeks afspelen met behulp van die speler. De draadloze microfoon die heeft een eigen volume en die heeft zelfs een echo. En dan heb je hier nog het volume, het totaalvolume, het mastervolume van de Groove 215. Hier vind je een knopje voor de discobal bovenop. Hier een knopje voor de verlichting aan de voorzijde. En dit is gewoon je aan- en uitknop. Dan vind je hier nog draadklemmen. En die draadklemmen die zijn bedoeld om hem bijvoorbeeld op een 12 volt krachtbron aan te sluiten, zoals een accu. Dus mocht je ergens staan en je hebt en geen stroom en de accu is leeg van deze ingebouwde of de ingebouwde accu is leeg, kun je hem altijd op een externe accu zetten. Dan heb je ook nog een bedrade microfoon ingang, dus als je een microfoon met draad hebt, die kun je hierop inprikken en dan kun je duetjes zingen, mocht je dat willen. Hij heeft één onhebbelijkheidje vind ik eerlijk gezegd, dat is wanneer je de draadloze microfoon gebruikt en je speelt muziek af, dus bijvoorbeeld bij het karaoke zingen, dan terwijl je zingt, drukt hij de muziek weg. En dat is jammer, want daardoor is hij eigenlijk niet echt heel erg geschikt voor het zingen van karaoke. Maar gewoon lekker zingen en praten door de microfoon is geen enkel punt. Mocht je nou alles eens willen nalezen en afbeeldingen bekijken van deze iDance, dan klik je hier of daar en dan kom je op de productpagina terecht. Mocht het je bevallen wat je ziet, kun je hem gelijk bestellen en dat is wel net zo handig. Vond je dit een leuk filmpje? Dan graag dat blauwe duimpje. Deel het met je vrienden. En als je geen enkel filmpje meer wilt missen, dan word je abonnee van ons YouTube-kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer.